Hij weet niet wat we overkomen. Dat doen we ook een beetje denken aan een... wat doen we nou aan denken? Aan een paasei met Pasen. Kijkertjesballon, ja man. Adimiere juf friari staat. Het is echt friari, maar maakt niet uit. Ik zweer het je, ik dacht dat dit Brianna was. Frankie, begin uit jezelf te vragen, wanneer gaan we weer voetballen? Nou, de blik in Ressen ogen. Ik hoop dat hij zo naar me kijkt volgend jaar als ik in die trouwjurk aankom lopen. Als de bliksem inslaat en jij me aanraakt, kan ik niet instaan voor waar dit heen gaat. Alles zo prettig, ja, ja. En daarom zingen we blij. Een leven lang, hoera, hoera. Een leven lang, hoera, hoera. Een leven lang, hoera, hoera. En op ik koek aan op je sopie, dan ik koop een stereo. Oh, je bent aan het wensen. Yay! Nou, ga maar lekker zitten. 6 jaar, jongen. Hoe voelt het nou dat je 6 bent? 6. Het is makkelijk. Rustig aan. 8. Nou, je kan tellen. 9. 10. Nou, ga maar eten. Ik ben bijna 10. Ja! Wat vind je van de kamer? Dit is nog eens een versiering, hè? Ik vind het heel mooi. Wauw. Wauw. Ga je zelf? Mooi. Ja! Ja! Wow, wat is dit? Een minigun gun. Wow! Is dit wat je wilde? Ik wil hem even openmaken hoor. Ja, dat is toch mooi. Ik wil hem even openmaken hoor. Wacht dat! Ja, ik ga het gewoon doen. Ik geef toe, ik ben zo'n ouder. Die lichtelijk gestrest is op de dag van mijn kids verjaardag. Steek je hand omhoog als je dit herkent. En graag wat bemoedigende woorden als dit ieder jaar terugkomt. Zolang ze nog in huis wonen. Tips zijn welkom. Hoe voelen we ons? Ja, door het gevoel van alles moet perfect zijn. Ben ik gewoon vergeten te laten zien hoe geweldig de tractatie is. Die Frankie ging uitdelen op school. Brianna heeft het gemaakt. Here you go. Het is geweldig. Het is geweldig. Het moet echt worden gezond en verpakt. En ja, Shara en Brianna, echt maar. Kijk nou! Enig. In de eerste bocht, tweede bocht, derde bocht waren er een paar gesneuveld. Alweer met de rest, ja. Blauwe monster scheurt. En in de Woude Kom kan je ook gewoon scheuren tot de 50 kilometer hoor. Want je zou denken, maar je mag maar een bepaalde snelheid. Nee, ja, als jij daar binnen 2/10 seconden zit in een bocht, ja, dan ligt het op zijn zij. Ik ga ook andere kleren aan doen, want ik dacht even snel, ik schiet ergens in. Maar dat is helemaal niet kindvriendelijk. Oh, kom maar hier. Snot en taart. En straks natuurlijk met het feestje allerlei dingen die gevaarlijk zijn voor kledij. Maar een likkie make-up en even een stijltankje doorheen is nooit weg. Alright, ik ben op tijd. En als je op tijd bent, dan mag je dit doen.
te laat bent, moet je aanbellen, moet je allemaal excuses maken aan de deur. Maar als je op tijd bent, dan is dat gewoon heel normaal dat je dat doet. Ja, want dan is het zo van, hey, laten we lekker doorgaan, laten we lekker doorgaan. Jump in my car. Zo'n mooi hoofd. Hoor je zo weinig aan te doen. Maar ja, in ieder geval, dan doe je er toch een salam over. Chop, chop, chop! Hey! Kom erin, meid. Kom erin, kom erin. Nu heb je echt alles? Ja. Hallo, lieverd. Hallo. We gaan ervoor. Hen, ik rijd er vast heen. Ik zie u daar. Hey, ik ben echt op tijd. Is echt nieuw voor mij, hè? Je bent kapot op tijd. Snap je? Ik heb bedacht, vandaag is de eerste nieuwe dag van mijn leven. Zelfs 10 minuten eerder. Het is wel lekker dat je met je tijd bent. Ja, is goed voor de verrassing. Ja, toch? Voor de verrassing. Heb je gezien, ik draag nu tegenwoordig pushen. Ik vind het, maar dit is heel te laag. Oh, dit is te laag. Maar ik dacht, het is sexy. Nee. Want jij wilt sexy? Kinderfeestje. Oh. Ja, sexy op Insta, ja. Omdat, ja, weet je, een als beetje meer... Als je straks PK moet maken, dan kan ik over. Als we straks die koters in zo'n boom hangen, dan kunnen wij even heel sexy met schors doen. Maar tot die tijd zullen er voor restjes zijn. Niet dat ik daar lekker op ga, maar... Best wel. Het helpt wel. Ik kan zelfs nog een zonnebril halen nu, we komen langs mijn huis. Snap je? Heb ik het nodig? Nee. Mama zegt, je bent in het bos, hè? Je bent in het bos, hè? En wat gebeurt er dan? Ja, ik weet niet. Ze zei... Pak je zonnebril, je bent in het bos. Zeg ik, oké. Wat heeft het bos te maken met zonnebrillen? Jij is toch veel bladeren, dus schaduw. Zou ik zeggen, hoor. Maar I'm not from the jungle. She is. She is, so maybe she knows, you know? Kijk. Oh, hoe? Ja. Dit is dus blijkbaar nul koolhydraten zitten erin en het is heel gezond en zo. Gezond denk ik niet, maar een gezonde snack. Juist. En niet een super slechte snack. Ja. Oeh, smell the cheese. Oeh. Ze zeggen je moet nooit een eten ruiken, maar deze wel. Deze wel. Ja man. Dit is gewoon spannend. Oh, dit is een goeie. Ja, dit lijkt op die harde stukjes die je... Als je een toastje hebt gemaakt en er komt zo'n hard stukje aan de zijkant los, dat je denkt ik eet hem maar vast, dat is dit. Het zijn net die verbranden, maar dan net niet verbrand. Juist. Poffertjes, maar dan cheesy. Oh, god in de markt. Poffertjes, maar dan met kaas. Wow, dat is volgens mij... Hé, hey, is ons idee. Is ons idee. Ja, dus als we zodra we... Eén keer een kraampje zien ergens. Ik ga nu wel mijn wijk in. En hier is ook politie. Ik ga keren. Ik heb die zonnebril niet nodig. Nee. Ik ga het lot niet tarten. Ik ben op tijd en het wil ik ook zo houden. Dank u. Ze wilden voor jou niet gekomen. Ze zijn niet voor mij gekomen, maar ze halen nu iets. Maar ja, misschien hebben ze iets laten vallen als een huisdier. Kijk, ik had alleen maar een camera laten vallen. Dat je hem als loop per ongeluk. Oh shit, jongens. Oh, ik dacht, het is per ongeluk in de... Nee, dan bel je niet. Dan ga je... En dan kom je ook met een ander verhaal thuis. Dan krijg je ze weggelopen. Ja, ik zou... Ik vertel zou... het niet. Rihanna, op een schaal van 1 tot 10, hoe denk je dat Frenkie gaat reageren? 20 miljard. Hij gaat echt of hij gaat zo staan, zo. Dit of niet? Hij gaat eerst over denken van, huh? Wat een toeval. Oh. Dat dit hier ook is. En dan gaat hij zeggen, wow. Dan gaat hij in de wow. Jongens, dit is zijn verrassing. Ten, 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 ten. Blacks and McQueen, Cabrio G. Oh, hij weet niet wat er overkomt. Kijk hem. Ja. Hij staat alvast klaar. Hier komt Frenkie Dien straks uit. En hier is die Waggy. Oh ja. Ik geniet nu al van Frenkie. Hey, jongens. Feestje vandaag, man. Nou, ga maar lopen. Frank. Hey, Frank. Moet ik erin of zo rijden? Wil je dat? Oké. Dan zingen we alles zo prettig, ja. En daarom zingen we blij. Hij is al klaar, hij is al. Ja hoor. Oh. Buckle up. Wow. Stinkt. Het stinkt, hè? Ja, uitlaat. Doei, tot zo! Wat is dit? Vanavond is het lekker. Nou, wat zou die kunnen, hè? Dat zou het over, denk jij? Ja?
Jace, oké, okay, gevoel, gevoel. Je hebt gevoel ervoor, jawel. Frankie, kijk eens. Oh, je harnas, maat. Louis, je gaat klimmen. Wat verwacht je? Verwacht je dat het hoog wordt? Heb je er zin in? Ik vind het spannend, laat hem. Ja, dat klopt, denk ik. Laat hem, hij is aan het voorbereiden. Juist. Van, oké, okay, compleet. Gaan we doen? Ai, laat me eventjes even analyseren. Snap je? Even kijken naar het bos, bam, keihoog. Ja. Ik ben echt heel veel van de onderhoud. Wat? Onderhoud? Wat denk je dat gaat gebeuren? Ja, ik denk dat je dingen naar beneden komt. Oh, ik hou niet van doe een scenario. Nu al. We zijn er in de lucht in. Nee. Maar houdt de dingen, ik denk wow. Dat het stuk. Nee, het kraakt misschien, maar het gaat niet meteen stuk. Oh, cool. Jongens, hoe gaat het? Wat vind je ervan? Leuk, hè? Jullie doen het goed, jongens. Ga ervoor. Boys who climb together, stay together. Ride together, we'll survive together. Lekker bezig, Martin. Lekker. Ja, toch. Ai. Wat vond je eerlijk? Vond je het een beetje spannend of zeg je, het ging easy? Toch? Ja, ik zag het heel. Hey, Jace. Je bent vooruit aan het lopen, hè? Je loopt te ver. Julian, serieus? Is dit je tweede rondje? Ga je ons inhalen? Dit is asociaal. Laat ons. De meiden, wij hebben ons eigen tempo. Je gaat lekker, Joël. Je gaat lekker. Joël had het even zwaar. Parcours 1, af en toe even een traantje. Wat gaan we doen? Gaan we door? Gaan we stoppen? Gaan we... Joël, je bent een winnaar in het leven. Nu al. Ik hou hiervan. Hey jongens, parcours 1. Bijna afgehandeld. Brianna, vind je het leuk nog? Ja? Je geniet minder? Hey, begeleiders ook genieten, hè? Hey, jarige. Hoe vind je het nou, dit? Klimmen? Geweldig, hè? Geweldig, man! Oh jee, veel expressie. Lekker, grappie. Lekker. Je kan het, Frank? Ik heb een beetje hoogtevrees. Nou, dan is dit... dan is dit een lekkere route. Dit is een soort van ballerina meets loving the fear in life. Je kan het. Toppie. Oh, kleine shakings hier. Supergoed. Hebben we hier ook een kleine bibbering? Plassen, nu? Like in right now? Oh, snap. Oké, nee, maar nee. Rode helm. Is dit het moment, rode helm? Rode helm. Dank je, Joël. Dank je. We hebben twee afvallers. Eentje wordt nu as we speak gered. Dan ga je via de brandweertrap naar beneden. Dat is ook meteen wel weer een bucketlist dingetje. Brandtrap geweest. Hoezo dan? Ja, ik werd gered. Dus dat is ook wel weer. En hier treffen we een soort van netje. Waar je ook wel eens je mandarijntjes mee scoort in de supermarkt. En dan de grove variant. Ik kan jou vertellen wie dit geknoopt heeft. Heeft meer dan een beetje eelt. De klauwen. Kan ik je wel vertellen. Ja, Brian vond het ook eng. Nee, Frank vond het niet spannend. Louis heeft gewoon heel veel trek. Ik ga je dan huilen. Is het lekker, schat? Lekker. Dientje, wat een dag. Geklommen, genoten. Echt, dit was jouw eerste kinderfeestje. En dat ik nooit een grote gun had. Een grote gun, ja. En ik heb nog een cadeau. Er was nog een cadeautje wat we hadden bewaard om dan vanavond nog even uit te pakken. Je papa is er voetbaltraining aan het doen. Wat is er? Wat wil je zien? Is er iets gebeurd? Oh nee. Maar ik mocht dit nu aan je geven, ook als papa bij voetbaltraining. Ga je gang. Ik hoop dat dat iets leuks is. Dat is wel iets leuks, toch mama? Het is iets heel leuks, denk ik. Tenminste, ik hoop het. Hou je van Barbies? Oh, grapje. Nee. Het is een zo'n make-up pop. Nee, ik vergeet helemaal wat het is. Je weet toch wel... Nee. Is dit de Sonic schoenen? Pas ik ze? Kijk maar eerst of je het mooi vindt. Het lijkt me dat ik ze pas, hoor. Oh, je gaat meteen over tot het zakelijke gedeelte. Ja. Ik ga proberen, hoor. Ik ga gewoon proberen. Ja, gelijk heb je. Het is wel een maat, hoor. Ja, meteen al? Denk een tikje te groot? Nee, hoor. Mijn voet is groot. Ja, dat zeg ik. Het is een binnenpretje. Kijk, ik ga even nadenken. Die juist Pokémon kaarten kreeg.
en pistolen. Ja, je hebt inderdaad veel cadeautjes gehad. Echt waar, dankbaar voor zo'n leuke dag. En zulke goede vrienden vooral. Oh, je bent aan het tellen voor je buiten. Zo, wat zijn je handen vies van dat geklim en je gezicht ook. Frankie, het is echt tijd voor een badje bleek of zo. Oh, babytje. Hoi. Oh, gosje, dat doet je altijd zo schattig met je voetbootjes. Als je schattig doet, dat doet je altijd met je voetbootjes zo. Oh, babytje. Baby. Oh, gosh. Je kan het niet aan, hè? Je denkt, oké. Let me get... Nou zeg. Oh, god. Hallo, wat doe jij? Hé, liefie. Hé, liefie. Vandaag onder de douche, vriendin. Vandaag onder de douche. Lekker eventjes. Poedelbeurtje. Hier, van de dijk. Oeh, dit is echt treatment, jongen. Oh, ik heb het kleine hondje gezien. Haar neefje, die hier in de straat woont. Wat? Dus het is zeg maar een puppy, wel van dezelfde papa van Lulu. Het is een bruin hondje, een heel andere kleur wel. Echt een soort van karamelachtig. Ja, ik kan me nog herinneren dat daar zijn plaat was. Ja, weet je hoe het hondje heet? Taro. En hij wil niet lopen. Ze liep gisteren met hem, ze trok. Over zijn kont ging hij zo de grond. Zo schoonmaken. Hij is een opstandig mannetje. Ja. Zijn Lissy Dagu. Maar je zegt eten is klaar. Waar is het dan? Oh, het zit in de pan. Dat knal je dan toch even op iets of zo. Kijk, in een huwelijk zijn een paar dingen essentieel. Als je eten maakt, is het niet zo van... Ik heb mijn stuk eraf gechopt in de pan. Save yourself. Jongen. Jij hebt een paar taken vandaag, hè? Die Ganu van je zoon fixen. Ja. En dank u, ja. Kan we wat aandacht gebruiken. Ik heb heel veel gewerkt. Nou, dat kun je niet opscheppen. Maar het valt me op dat ik veel gewerkt heb. Want ik vind het irritant om nu te typen. Want deze klauwen zijn mega huge. Frankie Dean zei gewoon gisteren toen ik hem in bed legde. En hij zag de uitgroei van mijn nagelbed. Zei hij, nu zie je echt dat het nep is. Toen dacht ik, wauw. Ze zeggen wel eens, kinderen spreken de waarheid. Wat ook niet altijd de waarheid is. Maar in dit geval wel. Want die opmerking gaat niet altijd op. Dat wil ik wel even zeggen. Soms zegt een kind, een vriendin van mij, heeft een zoontje. En die deed even stout. Dus die moest ze aanpakken. En het was ergens buiten het huis. En zei, even nu normaal nu, kom hier. En toen wou ze hem pakken. En toen deed hij zo... En toen zei hij, niet slaan. Niet waar. Dat doet ze niet. Dat zei ze ook. Alsof ik in elkaar rolst thuis. Maar soms merk je dus dat die opmerking, die gaat niet op. Nee, dat wil ik eigenlijk even zeggen. Hoe dan ook, ik hou van kinderen. En zeker van die van mezelf. Dus het is 4:05, het is vrijdag. Ik vind het mooi. Ik ga hem halen. Wat zeg je? Ja, kleur wil je. Ja, ik ga nog even kijken. Even iets anders dan wat ik nu heb. Oranje. Dat is jouw lievelingskleur, hè? Maar... denk het niet. Nee, ik hoop dat ze een bepaalde kleur weer heeft. Ze heeft een hele mooie lila kleur en ik wil eigenlijk die weer even doen. Ja, die heb ik weer. Heb je hem weer? Ik heb een lavendel. Yes! Ik heb dubbele dosis zeg maar gehaald. Ja. Oh, heel goed. We gaan voor die. Minuscule kwast. Ik probeer mijn adem in te houden zelfs voor jou. Toen we ook een beetje denken aan een... wat doet het me nou aan denken? Aan een paasei met Pasen. Maar je weet wat ik bedoel, toch? Je snapt wel wat ik zeg. Ja, maar daarom zeg ik misschien nog een heel dun lijntje ernaast. Zullen we gewoon voor de zeker... Doe een tweede en dan kijken we wat het doet. Als het dan meer paasei wordt, dan weten we dit is niet voor mij. Nee. Wat vinden we hiervan? Het is niet voor mij. Het is niet voor mij. Nee, het is het niet. We hadden een heel leuk idee, maar het is het niet. Nee, we gaan het niet doen. We doen het niet. We zijn mooi. Klaar. Paars, lila, helemaal leuk. Afrekenen, wegwezen. De bende. Nee, zo'n streep is niks voor mij. Ik zie het wel eens bij mensen. Ik ga het wel een keertje doen. Zo'n creatie op mijn nagels. Maar ik moet er tegenaan lopen op de plek, op het juiste moment, met het juiste plaatje. Kom maar goed. Lieve, heb jij zin in een momentje soppen in den snoet? Ja, wat zeg je?
Doe nou eventjes, we oefenen al een tijdje. Poot. 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 Uit jezelf. Uit jezelf. Poot. 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 Ja, bijna in je loopje vastgegrepen. Wat een baby. Wow, Lulu, je bent nog nooit zo dicht in de buurt geweest van een matras. Nee, ze is niet op het bed, maar het is wel zo goed als. Maar ja, je bent schoon, je bent niet buiten geweest. Nu mag het eventjes al, even een momentje. Heerlijk, je ruikt echt delish. Ik moet zeggen, Lulu staat altijd zo onder die douche. Het haar hangt helemaal, weet je, zo'n dakkie. Ik vraag me altijd af, denkt ze nu bij zichzelf, oh lekker? Of denkt ze echt, ah, laat het ophouden, laat het ophouden, laat het ophouden, laat het ophouden. Het is moeilijk lezen. Zie je ze Milano, hè? Waar is hij als je hem nodig hebt? Kom in mijn armen. Yes. Waarom doet ze toch bij jou veel meer lovey-dovey dan bij mij? Ze is aanhankelijker bij man. Ja, nou. Je hebt meer aan vrouwen, dat kan ik je wel vertellen. Dit dicht of open, vind je? Oké, fashion advies van natuurlijk de kenner. Wat zeg je? Dit dicht of open? Ja, wat vind je ermee naar boven, naar beneden dan? Oh, voor de hele shoe game? Ja. Moet ik gewoon mijn groene jasje hier of die blauwe? Oh, je hoeft niet helemaal een mantel hoor, lieverd. Nee, dat dragen mensen van adel. Dat is een beetje overdreven. Moet gewoon een beetje passen. Ja, gewoon een sneakertje. Ik denk niet dat ik erbij. Leren jek, gewoon. Nee, dat is te koud. Te koud? Moet ik jou drogen? Sorry, ik heb twee. Ik bedoel, moet ik een man van 35 hebben of een kind van 6? Wat denk je zelf? Nee. Ja? Oh. Nee, maar kom maar naar boven. Nee, want hier zijn mijn schoenen. Kom gewoon even naar beneden. Doe jij het even zelf? Ik kom zo bij jou, liefie. Je bent al 6, je bent super groot. Je vader is 35, hij heeft me nodig. Vergeef je hem? Ik vergeef hem. Je vergeeft hem niet? Nou ja, oké. Okay. Ik hoop dat je dan vergeet morgen. Ja, oké. Okay. Ik was al een beetje... Ik ben persoonlijk meer van... Enkelsokjes, hè? Enkelsokjes ben ik meer van. Het wordt nu een klein beetje al Winter Wonderland. Met okay. Kijk en mijn kerstoutfit. Maar waarom moet je me zo kraken? Nee, ik kraak je niet. Okay. Ik zei het al maar toen je het pakte. Enkelsokjes, dan is het klaar of niet? Enkelsokjes, dan is het klaar. En daarom zeg ik ook een leren jek. Nee, geen leren jek. Wat ga je doen? Het is koud, schat. Is het echt zo koud? Het is echt koud. Een trui en een jek. Ja, je kan ook een trui en een leren jek doen. Ik zei het toch. Ja, je bent... Kijk, weet je, jij bent slim. Kom, ga je even insmeren. Kijk, ik moet zeggen, je eerste dag dat je 6 bent en meteen al goede ideeën. En willen jullie misschien hoe mij kan juist... Later, jongens. Zie je vanavond. Veel plezier, de groeten, doei. Hoe mij druk. Oh, wacht heel even, Res. Je gaat zomaar weg zonder kussens te geven. We don't work like kussens. That. Kussens, gewoon een. Kussens! Kussens. Kussens! Kussens, vader! Ja, vader. Nee, je komt. Wesley Stewart! Heel vlot naar boven. Nu! Dan krijg jij ook niet meer kussens van ons. Nooit meer. Nooit meer. 1330 jaren. Het is ook meteen de 26 reïncarnaties figuren. En dat is heel veel. Heel veel. Dus Wesley Stewart, nu naar boven komen. Wat ik net heb getest. Nee, ho. Ik heb het net 4 miljoen keer getest en ik weet nu hoe het moet. Laat je moeder kijken. Je hebt zeg maar dit knopje. Die moet je de hele tijd ingedrukt laten. En dan ondertussen doe je ook dit erbij. Oké, is goed. Oké, okay. Heel erg OCD, want ik ken al pijlen nou kan ik afgehaald worden. Kijk, terug nou erin. Nou ik het ja? Proberen. Zeker. Dus doe maar gewoon naar de lucht. Je weet nog de stappen? Je kan het ding bijna niet vasthouden. Doe het nou niet daar. Want, want ik krijg helemaal de zenuwen al, als jij straks boos op mij wordt, dat ik het daar vandaan moet vissen. Oh, snappers, het gaat. Hoe ga je dat doen als je gaat spelen ermee? Oh, moet je een legje, iets? Ga je dan de hele tijd eerst die pijlen van de grond rapen? Of laat je gewoon een keertje, knal je ze alle 25 een keertje gewoon eruit? Nee, ik was ze niet kwijtraken hoor. Ik kan het. Wacht. Je zei toch een cadeautje, toch? Dat cadeautje mag je morgen bij je verjaardag mag je openmaken. Dan komen alle cadeautjes... Oh. Snap je? Je begrijpt het. Nou, schiet nog maar even een paar van die dingen in de lucht. Gewoon dat het kan. Rustig. Oké, niks zeggen, oké? Okay? Rustig, oké. Okay. Mag ik het even proberen dan? Nee, jij mag niet proberen. Eén keertje, kijken of ik het kan nog. Maar ik moet wel de pijlen goed vinden. Alle pijlen. Het ging me in één keer goed af. Het gaat me in één keer goed af. Ik ben echt een natuurtalent voor dit.
Ja, ik heb ze al gevonden, al rustig. Wat zijn de regels eigenlijk? Waar schieten we op? Muren, plafonds? Je vader's kont? Zo laat ik je doen. Mag het toch? Zo makkelijk mikken, zo groot doelwit. Elk jaar als Frenkie Dien jarig wordt, gaan wij een kaart uit een doosje openmaken. En elke kaart is geschreven door een ander familielid. Dus dat wil zeggen, vanaf dat Frenkie Dien 5 is, krijgen we een kaart die we moeten openen op zijn verjaardag van bijvoorbeeld een tante, een oom, een oma, een neef. Maar ik ga nou gewoon openmaken. En dit is van tante Margo. En die heeft voor jou een kaart geschreven voor je 6e verjaardag. En toen was je nog niet geboren. Ja, alle kaarten zijn geschreven voor Frenkie Dien toen hij niet geboren was. Dus het is best wel leuk om te lezen wat mensen zeggen, wensen. Oké, daar komt hij, Frenkie. Hiep hiep hoera. Frenkie Dien, alweer 6 jaar. Hartelijk gefeliciteerd en nog vele leuke verjaardagen na deze, lieve knul. En dan komt hij. 6 kaartjes op de taart. En een heleboel cadeautjes en lekkernijen. Tijd om feest te vieren met al je vriendjes en familie erbij. Ja, omdat je jarig bent, zijn we alle blij. Tante Margo Milton. Ik zal het even goed uitleggen. De doosje hebben allemaal tantes. En ja, vooral tantes, zo moet ik zeggen. Vooral vrouwen. Ik denk niet dat er een man in... Nou, het zou kunnen, maar... Met mijn babyshower heb ik dat toen gekregen. Zodat Frenkie Dien iedere jaar, vanaf zijn 5e jaar, we zijn vorig jaar begonnen, een kaartje eruit kon halen. Dus als je iemand kent die nu zwanger is, dat is iets leuks. Dat is iets van weinig waarde in euro's, maar veel waarde in gevoel. Dat je dat, tenzij het heel zweverig vindt en je denkt, jeetje, moet je 365 dagen wachten tot je weer een nieuwe kaart opmaken. Dan kan ik begrijpen dat je daar gewoon het geduld niet voor hebt. Van wie heeft hij dit? Van Kim en Amy. Kim Bali en Amy Bos. In Meatballs en Kimbali. Wat leuk, Frenkies. Zijn mensen van papa en mama's werk. Wat lief dat ze aan jou gedacht hebben. Deze ballon heb ik ook gekregen van de kijkertjes. Ja, tuurlijk. Kijkertjesballon. Ja, man. Adimiere Friari staat. Het is een Friari, maar maakt niet uit. Het is all about the thought that counts. Sorry. Wacht even stil. Oké, stil. Wow. Dit. Wat is dit? Een shirt. Met je naam. Sporten met jouw naam erop. Kijk maar aan de achterkant. Alleen dit nummertje, dat staat me niet zo aan, want dat betekent dat je keeper wordt. En dat word je niet. Is dat nummer 1? Ja. Ah, oké, okay, maar... Je kan ook nummer 1 zijn van je nummer 1. Je bent ons nummer 1 kind. Ja, klopt. Precies, enige kind ook, maar het gaat erom. Voor ons ben je nummer 1. Leuk, hè? Heel lief. Moeten we eens even bedanken. Oké. Zo gaat dat dus. Gelukkig niet, want ik merk al dat jij door wilt naar de volgende en volgende. Nou, dit is echt het gevalletje mijn rayon. Res en ik hebben het erover gehad, takenpakket in ons huis. Alles omtrent verjaardagen, ja, dingen, vieringen, visite, inkopen doen. Ja, dat valt onder mijn ding. Ik vind het helemaal niet erg. Ik denk dat het op meer plekken zo gaat. Dat je gaat naar je vader of de man des huizes als er iets kapot is of er moet ergens een nieuwe batterij in. En je gaat naar een moeder om te vragen, waar ligt het naaisetje, want er zit een gat in mijn broek. Er zijn gewoon dingen die zijn heel erg verdeeld. Ik denk niet dat het te maken heeft met discriminatie of dat we niet gelijk zijn. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met... Wij zijn beter in bepaalde dingen. Nou ben ik niet de beste in planning. Ik had laatst Frenkie Dien zijn feestje gedaan. Is iets verkeerd gegaan. Ik weet niet of ik daar ooit openlijk over durf te praten. Maar het is iets heel intens. Misschien... Ik ga een nieuwe voorstelling schrijven. Een nieuwe comedy voorstelling, by the way. Die wil ik gaan spelen. Ergens eind van dit jaar. Misschien vertel ik het daar. Misschien kan ik het daar als een luchtig iets kan ik het brengen. En dat is eigenlijk vreselijk. Je kan er misschien wel voor achter de tralies belanden. Maar hoe dan ook, voedsel, drinken, plastic bekers. It's all on me, baby. Ik zweer het je, ik dacht dat dit Brianna was. Brianna, by the way. Wanneer kom je op de L? Hoi, ik heb het hoofd ervoor. Moeten we even een belletje doen of zo? Van hey, jullie hebben iemand zonder haar laatst op de cover. Wij hebben iemand met precies hetzelfde gezicht, maar met haar. Leuk. Kijk mijn vriendin hier. Riri. Riri laat zien dat een groot voorhoofd een soort van awesome is. En ik film altijd zo, maar ik moet eigenlijk zo gaan filmen. Vanaf nu nooit meer onderkind. Gewoon be proud. Forehead carrier.
was je vroeger ook altijd zo'n kind? Heel lang zo bleef dralen en dan hierin ging bladeren. Ik heb zelfs een paar keer gehad dat iemand naast me kwam staan. Iemand van de winkel en die zei, het is hier geen bibliotheek. Ik dacht, oh, dat je hem ook spontaan laat vallen en dat hij dan vies is. Terwijl je was heel voorzichtig met het boekje en dan in één keer moet je hem toch kopen. Ik zei, doe maar je mooie kleren aan, dan zie ik je zo beneden. Dan doe ik de rest wel klaarzetten over... Dank je voor je gehoorzaamheid. Over. Ik hou van je. Over. Ik zei ik hou van je. Over. Leuk man. Van mijn vader heeft hij walkie-talkie gehad. Je begrijpt nu dat wij overal in het huis worden aangestuurd. Om dingen te doen en zo. De eerste gast is er al. Dag lieve schatje. Hey! Mijn god. Zwaar geschud kom je hier. Wat ziet de flexie uit, boy? Jeetje, Nina. Gefeliciteerd, schatje. Oh, wat word je groot. Dientje, je moeder het zo bedacht. Versier je eigen beker, dan weet je de hele tijd welke van... Bedankt, van jou is. Wat zeg je ervan? Wat wil je erop tekenen? Ga je gang. Mag ik het eten? Hey, question mark. Mag ik het eten of? Ja, je mag wel. Een stukje. Ik heb het gezien op een feestje een keer. Je rijdt ook altijd je beker kwijt. Je zit altijd te checken aan het randje welke lippenstift er rond is voor mij. Dat is niet de manier om je eigen beker te onthouden. Ja, ja. We versieren hem. Je maakt een rood hartje, want je houdt zoveel van. Mama en papa en oma Deline. Yes! En Lulu. En Lulu. Dank u. Dank u wel. Oh, dit wordt heel mooi, Frank. Winkel straks, je weet nooit. Straks krijg je meisjes voor de deur. Ja, dat gaat gebeuren, oma. Ja, dan dealen we er dan wel weer mee. Straks komt u langs. Met zo'n vriendin mee. Ja, nou, dat vind ik heel intens om daarover na te denken, oma. U loopt zo snel van stapel. Ik ben blij om dit mee te maken. Ik ook. Wij zijn ook blij dat u dit allemaal nog mee kan maken. Echt, besef, Frenkie, je hebt een overgroot oma. En wie is dat, oma Lien? Ja, dat is de moeder van jouw oma. Dus... Oh my god, ik wist niet dat ik een overgroot oma had. Nou, dan weet je het nu. Ja, je hebt jezelf weer eens overtroffen hoor. Ja. Kijk hoe leuk! Ik vind het leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Loop normaal, straks struikelen. Oh ja, gewoon normaal. Hé, hey, Ellie, ik dacht dat je er niet bij kon zijn. Nee, ja, ze is nog eventjes. Ja, okay. Ellie heeft druk hè. Ze heeft een druk leven natuurlijk hè. Nieuw salon, nieuw sociaal bestaan, nieuw haar. Mag ik nou die openmaken? Is iedereen groet dan? Is iedereen groet? Ja, hoe voelt het? 6 jaar? Niet leuk. Leuk, groter hè, of niet? Ja, precies. Oh, heb je er maar 2. Ja. Oké. De Black Summer Queen auto toch? Zag je hem voor de voice? Hij rende, hij zag die auto toen rennen. Oh, je moest er naartoe rennen. Ik heb zelf. Oh, ik ga gewoon rennen. Nou, zo deed je niet hoor, nee. Je was echt een soort van een of ander emotionele sprint trokje. Ik ben echt verwend. Ja, was hier dan? Ja. Zo keek je, ja. En ik hoop dat jij nog flinkere jongen mag worden. Je bent al flink, maar nog flinker. En dat je ook gaat luisteren naar mijn papa, want dat is steeds groter. En om mijn opa's. En om mijn opa's. Goed je best doen op school, want dat telt in het leven. Alleen maar je best doen op school. Oké? Okay? Oh ja, weet dat. Dus ik zie dat er niet. Helemaal niet. Wat je hebt gezegd, dat is je allergrootste wens. Ja, allergrootste wens is vissen. Dit hoort bij die vis. Is een... Een dobber. Een dobber. Hé, of weet ik veel wat het is. Wel cool hoor, Frank. Echt een typische sport waar je ouders niks mee te maken kunnen hebben. We maken veel te veel geluid voor dat. Komende zondag gaan we vissen met iemand die heel goed kan vissen. Die gaat jou leren vissen. Dus waar ga je naartoe, Frankie? Wat ga je doen? Dinoland. Dinoland? Wat is dat? Ik vroeg niet waar, wat het is. Ergens. En er zijn dus blijkbaar 100 zoveel verschillende dino's die daar zijn en bewegen en lopen. Wow. En het is helemaal
helemaal geweldig. Het is ook echt heel hoog. Ze leven echt? Leven ze echt, Frankie, de dino's daar? Ja, maar misschien gaat het ook aanvallen. Nou, je kan altijd scheenbeschermers en helm op. Hé, dit is wel een toffe kaart. Heb je dit zelf, moest je dit, hoe kocht je het? En ik gekocht. Wat leuk, El, die kaart. Van je tante en oom uit Londen. Ja, leg hem maar plat en dan trek je dat eraf. Of zo. Wauw! Ga door, ga door. Mooi, man. Daarom ben je verkomen. Ik ben hier. Mooi, man. Prachtig. Wat gebeurt hier nou precies, Deborah? Niemand had me het bericht gegeven dat we gingen uit eten. Ja. Weet je, het is comfortabel. Gaan we naar binnen en hou oogcontact, hou strak oogcontact met mensen. Dan kijkt niemand naar je teen. Oh. Proost, jongen. Proost. Op jou. Op je gezondheid. Cheers, everyone. Aankijken, aankijken. Heel belangrijk, heel belangrijk. Cheers. Hey, echtgenoot. Proost, liefie. Henna is even plassen. Oh, u distancieert zich wel totaal, hè? Kom op. Doorschuivings. Doorschuivings. Zo kuchten. Nee, blijf maar daar. Oh. It's your butthole. We gaan het weer zingen. Oh my god. I wonder what's inside. Nee, jongens. Butthole. Maybe there are aliens. Maybe there are astronauts. I always wanna know. What's inside your butthole? Hij zegt, het hangt ervan welke dag het is, maar het is elke dag hetzelfde. Dat voor mij niet welke dag het is. Let op, laat me je vertellen, hij wordt wakker. Als het maandag is, gaat hij sporten. Dan komt hij terug, gaat hij douchen, gaat hij eten achter de computer. Als dat het niet is, dan gaat hij strijken. Je mail checken. Ben ik op goede mails? En als je kan, is dat niet verkoopt voor jou? Of koken, hangt ervan af of er verkoopt moet worden. Dan ben ik thuis, dan is hij nog even maar. Is hij nog misschien, wacht even. Wat fuck echt, dat doet mama? Dat is niet waar. Dat doet mama. Luister nou even. Alles kom je. Luister niet. Alles doe ik. Ik slaap niet meer uit. Ik slaap niet meer uit. Nee, niet meer, want ik heb de scooter. Maar je moeder is standaard. Je moeder is standaard. Ja. Oh nee, maar ik snap nu wel dat hij het zwaar heeft. Hij heeft het zwaar, Patty. Super gezellig. Super vol. Super lang nog kles voor de deur. En niet verrast door dit beeld. Het ligt hier. Super vanzelfsprekend dat dit gebeurt. Dat is het, ja. Doe maar uit die serie. Niemand kijkt hier naar. Kijk naar hem. Hey meisje. Hey wauw. Directe surrender. Hoi dropje. Hoi dropje. Resje. Ja. Mocht je vandaag op de bank met je zoon willen chillen? Frankie, vertel maar. Wat is dat? Oh. Ja. Bananenchips? Wij hebben ze bewaard, omdat wij dagen juist dat jij ze allemaal ging opeten. Dus daarom. Verstopt voor jou. Slim, slim. Dus nu is het aan jou om te laten zien dat je jezelf wel kan beheersen en niet alles in één keer eet. Is goed. Dus bewaar wat voor je vrouwtje. Is goed, is goed. Frankie heeft een nieuwe voetbalclub. AFC, ja. Ik moet het missen, de eerste training. Maar ik verwacht wel. Jij hebt geen functie, lijkt in. Je moet aansturen. Jij kan filmen, hè? Volgens mij heb ik geen functie. Film is voor me nog. En jij hoeft ook niet te filmen. Het wordt lastig. Zijn selfie-stand en ook nog tackelen. Jij moet gewoon je best doen. Zoals altijd. En plezier hebben. Je weet toch? Maar dat zit er wel in deze ochtend, heb ik zo'n idee van. Wat is boy? Kom. Helemaal cool, man, zo geflekt. Zo beter? Ja, het is eigenlijk een beetje kloten. Maar ik wil toch echt even mijn verhaal doen. Laten we beginnen met de zonnebril.
Ja, toch. Wat zo mooi is, is dat Res ondervond wat tegenstand van Frankie Dean als het op voetbal aankwam. Kijk, Res is echt een voetbalfanaat, altijd geweest. En ik denk dat iedere vader dan hoopt dat zijn zoon dat precies zo ervaart met voetbal. Maar je merkte toch dat als Frankie meer bezig was met de wolken dan met voetbal op het veld tijdens zo'n training. Dat je toch Res hoorde van de zijkant, kom nou Frankie! En aan het einde van, nou wat ben je nou in die focus man, let op. En je zag aan Frankie dat hij daardoor ook een beetje kreeg van, voor mij hoeft het allemaal niet zo. En er was een moment dat Res die zei, ik stop ermee. Ik stop met motiveren, tenminste dat is denk ik wat ik doe. Maar ik stop met hem naar voetbal brengen omdat ik dat wil. Als het in hem zit, als hij het leuk vindt, dan moet het uit hemzelf komen. Dus hij zegt, ik laat het los. Het magische moment is daar. Frankie begint uit zichzelf te vragen, wanneer gaan we weer voetballen? Wanneer mag ik weer naar voetbal? Nou, de blik in Ressen ogen. Ik hoop dat hij zo naar me kijkt volgend jaar als ik in die trouwjurk aankom lopen. Onbetaalbaar. En je ziet het. Je ziet het terug. Frankie Dien heeft er zin in. Als Frankie Dien ergens zin in heeft, gaat hij dansen. Ik vind het een mooie les voor ons allemaal. En mocht je kinderen hebben, maar ook naar je vrienden toe. Soms moet je het loslaten en dan komt het vanzelf naar je toe. Ik wil niet zeggen dat deze gozer een Messi wordt, maar we houden wel de hoop. Ja, we dansen de zon op. Het is te laat om nog stil te staan. Ja, we dansen de zon op. Zodat het leven erop kan gaan. Ja, we dansen de zon op. Donkey. Hey. Hallo. Hi. Aww. Hey, dit is heel rebels gedrag. Heb jij nou gewoon het hele netje aan de kant gebeukt met jouw torso om te eten buiten jouw gazon? Hey paardje, kom eens even hier. Kom eens. Is dit het moment dat ik het heel erg herkenbare geluid van paarden moet maken? Ik zweer dat hij beweegt. Zie je, hij doet telkens een stapje als ik dat doe. Of heeft gewoon te maken met het gras wat op aan het raken is. Hé, hey, maat, ik heb hier een suikerklontje. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Je probeert hem aan te reiken, hè? Ik heb hem hier echt liggen. Kom dan, beestie. Kom dan, ik wil een beetje liefde. Ik wil een beetje de healing power. De rustheid die een paard kan geven. Kom. Oké, whatever, ik ga hier wel gewoon zitten. Misschien komt hij vanzelf naar me toe. Wat zijn we aan het draaien? Wat zijn we aan het doen? Heel leuk programma in de buitenlucht. Heerlijk. Het is ook een dagje van 9:30 tot 11:00 vanavond. Dus je bent heel erg lang hier. En dan zou je denken, wow, intens. Maar het gaat heel gemoedelijk. Het is heel relaxed, het is heel ontspannen. Dus het voelt niet aan als, even zwoegen. Dit weer zit ook ontiegelijk mee. Zeewolde jongens, achter bij Almere. Kijk nou. 0 clouds. Not a bit. 1 en al blauwe lucht. Horsies, ik bedoel horsie en donkey. Kom dan. Come on. Let's hug a little. Nou, oké. Weet je, zakken dan ook in. Opnames gaan nog steeds super goed. Super chill. Super fijn zo'n hangmat. Kijk nou, een drietotem hangmat situation. Hey. Eigenlijk is in de buitenlucht zijn een van de beste dingen ever. Mits het goed weer is. Nee, eigenlijk ook wanneer het koud is en je zit ergens lekker uit de wind met een heatertje, vind je het ook weer leuk. We zijn te weinig buiten, mensen. We zijn te weinig buiten. Ik wil eventjes reageren op de tientallen DM's, als er niet meer zijn, over het feit dat ik me uitsprak op de situatie van mijn ouders en de verhalen van de kijkertjes. Dat ze erop in zitten, op in hebben gezeten of geaccepteerd hebben dat het zo is en geen contact meer hebben met hun ouders. Het doet me echt ontiegelijk veel goed dat het bespreken van toch wel pijnlijke dingen voor sommige mensen toch wel weer wat kracht geeft. En ook mij, hè, wanneer ik het lees van jullie. Echt waar. Shout-out naar ons. Yes. Deze. Respect hoor. Soms gaan dingen zo en soms gaat het weer beter. Maar we're not alone. We're not alone. Dit is trouwens een goede thumbnail. Ik weet niet of het een goede... Nee, we doen een thumbnail met Frankie's verjaardag natuurlijk. Wat zeg ik nou weer? Maar ik zat zo te kijken naar mezelf in het licht. Ik denk, het is wel gewoon 1 en 1 is 2 gevalletje.
Maar nee, Frank is jarig, dus we pakken... Hij mag ook weer even op de thumbnail. Nou, ik moet ook plassen. Dat is wel met een camping. Je moet even lopen. En heel veel mensen plassen erop. En dat is ook met festivals. Dus daar heb je weer het bruggetje. En ook openbare toiletten. Maar op de camping... Ik weet niet, misschien komt dat ik altijd het idee heb dat mensen op de camping... Ik heb zelf ook jaren op gestaan, maar ik heb toch het idee dat mensen op de camping... altijd heel veel vuiligheid hebben onder hun nagels, voeten en handen. Want ze zijn lekker buiten. Lekker zonder slippers. Of heeft het te maken met plassen op een toiletbril waar ik toch boven hang? Helemaal niks. Gewoon gaan, Nien. Jongens, voor iedereen die het nog niet meegekregen heeft. Ik bom, ik namelijk tante veel over dit event op mijn Instagram. Maar ik ga voetballen tegen... Jij zit niet in mijn team. Daarom gaan wij ook gewoon winnen. Maar het mooie was, wij dachten aan jou. En toen zei tegen Juf, ja, we gaan een Rolfie vragen kijken. Ja. Hij zit bij mij in mijn team. En ik dacht echt, no! Maar wij hebben aan jou gedacht. Ja, maar dat vind ik... Te laat! Kun je goed voetballen? Ik kan wel oké voetballen, ja, zeker. Maar jullie komen... Deze lipo komt met een of andere gekke straalvoetballer die ons waarschijnlijk allemaal kapot gaat maken. Hij gaat je sturen. Ja, helemaal kapot gaat maken. Ja, ik kan dus wij gaan, tactisch, gaan wij het doen en dan winnen wij. Ja, dat is wat ik denk. Kan jij voetballen eigenlijk? Zeker niet, ik ben aanvoerder. Ik verwacht echt memorabele beelden. Jij gaat gewoon elke keer de bal spelen naar iemand anders. Ik heb, Resti heeft gezegd, aannemen snel door. Ja, dat is wel. Ik moet altijd hakkie. Hakkie of ja, gewoon binnen. Ik moet echt heel snel tikkie-takkie moet ik. Ik denk dat jij dit kan. Ja, je lacht, maar ik scheid wel al de bende nu ervoor. Nee, ik geloof het niet. Je moet gewoon die bal aan hem geven en dan is het klaar. Wie is hem? Ja, hoe heet... Oh, mijn straatvoetballer. Juist. Ja. Ik weet zijn Insta-naam. Ik ken niet iedereen persoonlijk. Algo nog wat, toch? Algo. Dat klinkt wel zoiets wat je plakt aan de binnenkant van je aquarium. Hou eens even dat op, toen heet hij toch? Heet die Algo? We gaan voetballen. Doei! Dit was mijn dagje wel, jongens. Lang. Maar dit was zo'n gezellige dag. En ook een spiritueel inzicht. Ja, we gaan eventjes drie laagjes eronder. Ik ben best wel spiritueel ingesteld. Ik vind het interessant, maar ik voel, ervaar en merk ook dingen. En vandaag kreeg ik toch weer dat bericht van misschien moet je hier wat mee doen. Nou weet ik niet of comedy en medium / healer, of je dat kan combineren op het podium. Dat je grappen maakt en ondertussen geef je iemand een reading. Ik weet niet of dat, maar het is wel, niemand doet het. Het is wel weer iets nieuws. En niet dat ik iets wil doen dat niemand het doet, maar ik bedoel me te zeggen van, omdat niemand het doet, wil niet zeggen dat het geen succes kan worden. Je kan ook de eerste zijn en zeggen, nou, dit werkt dus wel. We vinden het vaak spooky, hè? En ik zeg we, omdat ik denk meer mensen kunnen zeggen. Maar mijn kind nou ook al uit. Wacht even hoor. Overleden persoon, zijn ziel met me communiceert, maar het is omdat ik het niet weet. Het klinkt eng, omdat we bij de dood altijd denken aan hoe spannend en spooky, maar het hoeft niet eng te zijn. Ja, dat heeft me altijd tegengehouden. Ik denk, straks in één keer heb ik dat gapende gat open gegooid en dan staan ze met z'n allen bij mijn bedrand. Van ja, hallo, we hebben een boodschap. En denk, oh, die moet ik allemaal niet hebben natuurlijk. Maar ik vind het wel interessant en ik voel wel dat zit in mij. We gaan op onderzoek. Kom, oh mijn god. Ik krijg een oh my god. Comedium. Oh, snap je hem? Comedium. Ik heb al een naam. Als de bliksem inslaat.